Welkom Christel. Wij zijn heel blij jou te mogen interviewen, want je hebt heel veel wijsheid en expertise in verband met voeding en gezondheid. En dat is ja, wat wij toch eigenlijk elk mens wilt en wat dat eigenlijk ja, ook als jonge ouder naar je kinderen toe. Ja, een blakende gezondheid, dat maakt het leven toch heel wat beter. Hè? Dus ik zou gewoon vragen, mijn eerste vraag, ja, wie is Christel en hoe is bij jou die passie ontstaan voor die voeding en de gezondheid? Oh, ja, dat is eigenlijk al op een vrij vroege leeftijd begonnen. Meer vanuit een noodzaak dan vanuit een keuze. Want ik heb eigenlijk als kind ja, heel veel buikpijn gehad. En ja, dokters wisten dan, ja, ze weten het nu meestal nog niet zo over voeding, maar toen ook al zeker niet. En ik ben dan zo eens een jaar op een vetvrij dieet gezet en ik zat toen op internaat. En de vrijdag kreeg zo'n hele refter met honderden kinderen frietjes. En ja, een vetvrij dieet, dat was dus zonder frietjes, hè. En dan zitten daar zo tussen honderden kinderen in de frietgeur met zo'n puree en een taai gebakken biefstuk. En dus ja, dat was het eigenlijk niet. En ja, het probleem werd er ook eigenlijk niet echt beter op. Ja, en dan mijn gewicht. Allee, dat was ook zo niet. Allee, ik ben nooit echt heel dik geweest, maar ook zeker niet slank zoals veel jonge meisjes. En dan had ik dan wel op een gegeven moment losgelaten. En dan ja, in mijn, hoe moet ik zeggen, in mijn, op een gegeven moment heeft eigenlijk mijn, wat ik, allee, ja, die buikpijn, dat was zo bij periodes beter en minder. En ja, je begint zo wat op te letten, maar eigenlijk ja, wist ik ook echt nooit goed hoe en wat. En op een gegeven moment heeft een osteopaat tegen mij gezegd, want ik had dan ook rugklachten erbij, van ja, dat komt door de melk. En ik was dan al ingenieur voeding, dus ik was dan ondertussen toch wel al heel gepassioneerd bezig met gezonde voeding voor dieren. Omdat er eigenlijk voor dieren veel meer opgelet werd. En die osteopaat die zei van ja, jij mocht eigenlijk niks van zuivel. En ik had zoiets van ja, het zal wel. En ook, dus dat was wel in dezelfde periode dat dat elkaar kruiste, had ik toen ook wel al de reflectie, ik was toen 25, zo van, gezonde dieren zijn economisch interessant en zieke mensen ook. Oké. En dat is, ja, we zijn nu 30 jaar verder en ja, dat is nog altijd zo, hè. Want ik leerde toen bij dieren ja, eigenlijk al ja, wat we nu voor mensen voedingssupplementen noemen, dat stopten wij al heel wat dingen van in die veevoeders om eigenlijk ervoor te zorgen dat die dieren zo min mogelijk ziek waren. Dus ik heb daar toch al een, ja, mensen zullen dat misschien een beetje raar vinden, maar toch wel al een hele grote basis geleerd. Wat ik dan daarna, als ik vooraan in de 30 was, dan ben ik begonnen met opleidingen, orthomoleculaire, Chinese geneeskunde, functional medicine, maagdarmtherapie. Ik heb eigenlijk ook, gewoon om een paramedisch erkend diploma te hebben, klassieke dieetleer gedaan. Maar ja, uiteindelijk heb ik bij al die andere dingen veel meer geleerd. Ja, en ja, ondertussen heb ik meer dan 15 jaar mijn eigen praktijk en heb ik ook ja, 15 jaar parallel in de voedingssupplementenwereld gewerkt. Maar ben ik ondertussen ja, toch verder geëvolueerd dan dat en werk ik vooral onderliggend, omdat dat zo prachtig is, maar dan op een westerse manier met die vijf elementen leer van de Chinese geneeskunde. Want wat is dat eigenlijk, een orthomoleculair diëtist? Een moleculair diëtist, dat is een diëtiste die enerzijds werkt met voeding, maar daarnaast ook eigenlijk klachten gaat behandelen met voedingssupplementen, fytotherapie, dus eigenlijk op een natuurlijke manier de klachten gaat behandelen. Dus dat is zeker al een hele stap verder dan ja, met de gewone ja, geneesmiddelen die eerder symptomen gaan bestrijden. Hè.
Ja. Maar natuurlijk, allee, wat ik wel geleerd heb, is het blijft wel nog, het is een natuurlijke aanpak van symptomen. Uh-huh. En ondertussen werk ik integratief, dus met die vijf elementenleer, waardoor je de oorzaak gaat aanpakken. Okay. En dat is nog een stap verder dan het orthomoleculaire, maar ik gebruik wel delen van het orthomoleculaire om integratief te gaan werken. Ja. Oké, okay. En kan je iets meer vertellen over die vijf... De vijf elementen, ja. Dus in de Chinese geneeskunde spreken ze over vijf elementen. Hier heb je heel wat mensen die over vier elementen spreken, maar er zitten heel veel parallellen in. En ja, dat berust in feite op hoe wij ontwikkelen als mens. Eigenlijk vanuit het embryonale stadium worden organen ontwikkelen die in paren. En de paren waarin organen ontwikkelen, dat is dus ja, heel goed beschreven allemaal in die Chinese natuurgeneeskunde. En dus ieder deel van de dag, hè, dus die organen bewegen op een natuurlijk ritme van de dag, maar ook op een natuurlijk ritme van een jaar. En ja, dat is eigenlijk, dat wordt de vijf transformaties en dat zie je terug in, ja, je hebt vijf elementen yoga, je ziet dat in Qigong terug, je ziet dat in de acupunctuur terug, in de meridiaanleer, maar je ziet dat ook in de voeding terug. Zo zijn er van nature vijf basissmaken. Dus bitter, zout, zoet, de scherpe smaken en dan zuur. Uh-huh. Ja. Dus en als je die vijf smaken bijvoorbeeld in een gerecht doet, dan krijg je, je vertering gaat veel beter, omdat ieder orgaan heeft een smaak nodig. En daardoor worden die organen ook op een milde manier geactiveerd tot het optimaal produceren van verteringssappen. Ja, en daardoor kan je eigenlijk, kom je echt in een veld van less is more, want dat is... Waar de orthomoleculaire zich soms wel een beetje aan te buiten gaat, is dat mensen massa supplementen dienen te nemen, dat de therapie onbetaalbaar wordt. En door die vijf elementen ben ik veel meer teruggekomen naar de basis, het dagelijks leven en onze voeding. En dan kan je echt met een less is more echt ja, naar een optimaal resultaat gaan. En dus, ja, ik krijg soms echt vaak kippenvel. Ik ben vaak ontroerd van wat er in een lichaam gebeurt als je het geeft wat het nodig heeft. Dat is zo mooi om mee te maken. Ja, en ik zit heel vaak op de eerste lijn om dat allemaal te zien. Hè. Ja, amai. Ja. Prachtig, prachtig. Dus ja, eigenlijk weten wij als doorsnee mens veel te weinig van over ja, wat dat voeding eigenlijk met ons lichaam. Ja. Ze zeggen, allee, dat wordt tegenwoordig wel vaak gebruikt, dus dat gezegd wordt dat de darmen het tweede brein zijn. Maar ja, waarschijnlijk ja, is dat ook effectief zo. Dat is ook effectief zo. Want dat is dan ook iets wat ik ja, vanuit mijn buikpijn geleerd heb. Dus ik ben ook eerst heel die orthomoleculaire en die darmtherapie. En mijn buik werd wel een stuk beter, maar ik bleef nog met een heel groot stuk zitten. En dan ben ik ja, ook echt gestart aan die bewustzijnsontwikkeling. En in die Chinese geneeskunde beschrijven ze ook welke emoties, welke spanningen zich typisch op welke organen gaan vastzetten. En door zo ook, ja, hoe moet ik zeggen, uitdagende emoties te gaan transformeren naar energiegevende emoties, ja, ga je ook die organen ontspannen, waardoor die kunnen helen. Dus in feite, ja, het is een echt een totaal aanpak. Ja, dus ja. Gezondheid heeft niet alleen te maken, ja, dat weet ik ook wel al ongeveer, ja. Maar niet alleen met voeding te maken. Het heeft natuurlijk ook met ons manier van leven te maken, met stress ja. te maken, maar dus ook blijkbaar wel met emoties en vaak ook ja. misschien onverwerkte emoties. En misschien ja. zijn dat ook wel dingen waar dat we nog te weinig bij stilstaan. Want ja, er wordt soms ook wel gezegd, ja, maar ik eet gezond, ik leef gezond. Mm. Ja. En dan als je vraagt, ja, maar wat is dat dan eigenlijk, hè? Ja, zonder voeding? Ja. Dan allee, merk ik zelf, door hetgeen wat ik zelf ook al weet, is dat ja, sommige mensen denken dat ze gezond bezig zijn, maar eigenlijk nog niet echt helemaal gezond. Nee. Dus kun jij eventjes kort vertellen wat echt gezondheid inhoudt, of gezonde voeding alleszins?
Wel, gezonde voeding. Ja, er zijn inderdaad heel veel hypes. En er is, ja, daar is ook heel veel wetenschap rond. Maar er is heel veel uit de context getrokken wetenschap. Daarnaast zijn er ja, ook verschillende constituties. Dus bijvoorbeeld, ja, heb mensen die van nature heel fijn zijn. Heb mensen die van nature ja, heel gespierd en robuust zijn. Maar heb ook mensen die ja, echt, ja, zo de, ik noem dat zo eerder, het, ik vergelijk ze soms wel eens met een discuswerper. Ja, dus dat zijn echt heel gezette mensen. Dus en van zo'n hele fijne ga je nooit een hele gezette maken en omgekeerd. Maar ja, ook de voeding voor die type mensen is al verschillend. Dus je kan... Allee, er zit natuurlijk, er is zo wel wat een gemiddelde rode draad. En de ene constitutie heeft van nature een uitdagender verteringsstelsel. De robuuste mensen zijn bijvoorbeeld heel gevoelig voor hart- en vaatziekten. Dus dat zijn mensen ja, die wanen zich ook wel een beetje, moet ik het zeggen, ja, een hero. Ik kom op geen Nederlands woord, een hero. Zo van, wij kunnen alles. Ja, ik ben ja, het. Ja. En die kunnen ook heel veel aan, maar die voelen ook van nature de grenzen niet zo goed. En vandaar, dat zijn heel gevoelige types voor hartfalen. En dat kan dan ook ineens boem, bam, klets gedaan zijn. Dus iedereen heeft wel baat bij voor zijn lichaam te zorgen. En natuurlijk de hele fijne constituties, ja, die voelen alles veel vlugger dan een andere. Dus die gaan dan meestal, allee, dat zijn zo, wat we zo in de volksmond zeggen, de krakende wagens, die lopen het langst. Ja. Maar ja, die voelen ook rapper dat is krakt en piept en die gaan daar ook sneller naar ageren. Hè? Ja. Dus, maar en wat is dan gezonde voeding nu? Goh, ja, dat zijn toch wel, want dat is zo, je hebt een hele ketobeweging en alles moet koolhydraatarm zijn. Nu, wat ik vanuit persoonlijke ervaring en vanuit heel veel praktijkervaring kan zeggen, is dat gekookte granen, dus gekookte rijst, gekookte boekweit, gierst, maar eventueel ook gekookte spelt, dat is echt iets dat komt vanuit die Chinese voedingsleer en dat is iets ongekend is onbemind. En dat is zo heilzaam, dat is zo herstellend, dat brengt ook innerlijke rust bij de mensen. Ja, en dat is ja, echt iets wat ja, bijna iedereen aan zijn dagelijkse voeding dient toe te voegen. En in de plaats van dus ja, ook de verschillende, dus we hebben de vijf smaken, maar we hebben ook verschillende bereidingswijzen. Dus we dienen heel gevarieerd te gaan eten en wij eten nu bijna allemaal ons wel etende mensen geen granen meer. En als ze het eten, is dat altijd in gebakken vorm. Dus in een toast of in een brood of in een koekje. Uh-huh. Maar dat is heel eenzijdig. En gekookte granen, dat is eigenlijk, ik zeg dat met stip op nummer 1, het meest voedzame voedingsmiddel. En omdat jullie met kinderen bezig zijn, is dat eigenlijk de voeding die kindjes, als ze heel klein, een van de eerste zaken die kinderen ook terug zouden, of die ouders zouden moeten kennen, al voordat ze aan baby's beginnen, om aan die baby'tjes mee te geven. En die kindjes krijgen al heel snel koekjes en van alles en nog wat. En dat is eigenlijk niet goed. En wat eigenlijk bovendien iets heel belangrijk is, dus gekookte granen brengt ook een natuurlijke zoetheid in voedingsmiddelen. Dus enerzijds worden mensen gezegd, je mag geen granen eten, want je wordt daar te dik van. Maar door die gekookte granen krijg je eigenlijk een op heel veel vlakken een verzadiging. Ik noem dat een intrinsieke verzadiging, waardoor cravings verminderen. En ook voor kinderen is dat een hele belangrijke, omdat kinderen die groeien ook op, die komen op aarde. En om een aarding te gaan goed verbinden, hebben ze het zoete van de aarde nodig. Dus zij hebben een natuurlijk zoet nodig, dat door het koken van die granen van nature ontstaat. Oké, dus ja. Alleen meestal wordt dan gezegd, ja, veel groente, fruit, noten,
Dat is zo het eerste dat dan opkomt, gevarieerd met vlees en vis. Ook af en toe is veggie. Maar dus, ja, dus eigenlijk komt dat maar allemaal op de tweede plaats. Is dat eigenlijk die gekookte kraan? Ja, die groenten is fruit komt eerder op de tweede plaats, is eigenlijk gekookte granen en groenten na de borstvoeding. Is eigenlijk, want de borstvoeding, dus als je kijkt naar de samenstelling van moedermelk, die bevat ook heel veel suikers, hè? En veel minder eiwitten. Dus als je een moedermelk gaat vergelijken met een koemelk, dus dan bevat, ja, dus als je kijkt naar een kalf, hoe exponentieel dat groeit, ja, dat kun je... Gewoon al daaraan zie je dat dat niet kan kloppen voor de mens. Ja. Dus je moet kijken naar de samenstelling en dan zie je dus dat eigenlijk de moedermelk relatief veel suikers bevat. Mm-hmm. Maar dat is ook wat een kindje nodig heeft. En vrij weinig eiwit. Dus eigenlijk de volgende stap is dan die gekookte granen en dan de eerder zoetkokende groenten, zoals wortel, pompoen, zijn zo wat de eerste groenten die zeer goed zijn voor darmen van kindjes. En dan kan je van daaruit met inheemse groenten verder gaan experimenteren, stap voor stap. En als dat goed gaat, dan begin je met inheems fruit. Want Zeker. Want de darmen, ja, de werking van de darmen is zeker bij de allerkleinste heel, heel belangrijk. Omdat de hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Ja. Hoe kan een jonge ouder ervoor zorgen dat zijn kindje geboren wordt met een goede darmflora? Wel, in feite, ik heb daar nu recente cursus over gegeven, omdat ik die vraag gekregen ben. En ik begon te schrijven. En als schrijvende ben ik gekomen op het moment dat twee mensen beslissen om een kindje te maken. Dan dienen zij te beginnen met ook de bespreking samen van hoe gaan wij dat kind opvoeden? Alvorens ze samen in bed duiken. Goed luisteren nu. Ze mogen in bed hoeven niet zoveel als dat ze willen, maar een keer dat ze zeggen, nu gaan we ervoor, denk ik dat het gewoon super belangrijk is dat ze dit gesprek gehad hebben. Ja. Want ik herinner mij nog mijn eerste maand met mijn eerste baby. Ik was al blij dat ik überhaupt nog maar iets op tafel kreeg s'avonds om te eten. En als je dan het gesprek nog dient te hebben van hoe gaan we dat kind en welk soort eten gaan we dat geven, daar heb je die periode geen tijd voor. Ja. Het is een illusie dat je er dan tijd voor hebt. Dus dat, en als ouder denk ik dat je dan... En ook uiteindelijk de darmflora van de baby. Dus een babytje wordt met een steriele darm geboren. Mm-hmm. En de eerste contact met bacteriën is met de darmflora van de mama en de vaginale flora van de mama. Dus als die al niet in orde zijn, en dat begint dan al met wat de mama eet, mm-hmm. en uiteraard de mama leeft in een gezin met de papa, dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Je kan niet van die mama alleen eisen dat zij het gaat doen. En als dat zo is, dan denk ik dat die mama gewoon beter zegt van ja, dan parkeren we gewoon heel dat babystuk totdat jij er ook klaar voor bent, lieve man. Ja, mooi. mooi. Maar superbelangrijk. Ja, absoluut. Ja. En wat kan een jonge moeder of een komende, toekomstige jonge moeder dan doen om haar eigen darmflora en de kwaliteiten van de vagina optimaal te houden of te brengen? Wel, ik denk dat ze in eerste instantie gewoon dienen te starten met een gezond voedingspatroon. Dus dat zij eigenlijk naar een natuurvoedingsdeskundige dienen te gaan om daar stappen in te gaan zetten. Het is ook zo dat er momenteel zijn er gigantisch veel fertiliteitsproblemen waar ook de helft van de fertiliteitsproblemen bij de man liggen. En dat komt omdat ook de kwaliteit van de zaadcellen wordt enorm beïnvloed door de voeding. Mm-hmm. Ja. Dus
Ja, ook al om daar heel veel leed te besparen, om die kinderwens in te vullen, ja, hebben zij beide ook voor de ontwikkeling van het embryo, om al een gezonde foetusbaby op de wereld te zetten, is die voeding al superbelangrijk. Dus ja, ik denk, warme voeding is alleszins een hele belangrijke. Uiteraard 2 maaltijden per dag groenten eten. Die gekookte granen in de voeding en maximum 1 keer per dag vlees of vis eten. Dus dat wil zeggen, ja, al die charcuterie en al die toestanden hebben wij nergens voor nodig. Af en toe een eitje, een paar dagen per week vegetarisch. En ja, mensen die vegetarisch of veganistisch leven, ook zeker niet kant-en-klaar vegetarische dingen, dus zuivere producten zoals linzen en dergelijke dingen. Hè. Ja, dus en zeker vegetariërs hebben, mijns inziens, nog, ja, hebben minstens evenveel belang aan een goed voedingsadvies dan. Ja. Ja, en de microgolfoven, hoe sta jij daar tegen? Wel, ik leg dat altijd heel simpel uit en ik wil daar geen stelling in nemen, maar ik nodig de mensen graag uit om even mee met mij te denken. Ja, dus hoe ontstaat de warmte in de voeding? Dus er worden elektromagnetische golven naar je voeding gestuurd. En door die elektromagnetische golven worden alle cellen in dat voedingsmiddel die beginnen te trillen. En dat is, ja, dit is super traag wat ik nu doe, dus dat is ongelooflijk snel. En door die trilling wrijft dat eten kapot, ontstaat er heel veel chaos en die chaos veroorzaakt warmte. En dan is de vraag aan jullie, wil je dat in je lichaam? Ja, ja. En hier heb ik daar niet over te zeggen. Oké, ja, inderdaad. Dat is ook mijn verhaal dat ik breng. Ja. Ja. Omdat dat toch ook wel een belangrijke is om weten dat dat ja. Alles wat en, jouw lichaam voeding zou geven, is eigenlijk... Ja, dus de waarde is alles, ja. 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 Dus als toekomstige ouder is het eigenlijk heel belangrijk dat je zorgt dat je dus, ja, je voeding weet je, of je dieet aanpast en dat je eigenlijk zorgt dat je zelf een goede darmflora hebt. Ja. Maar hoe kan je dat dan uiteindelijk weten, dat je darmflora... Want dat is ook zo. Wat is een goede darmflora? Wel, ik denk gewoon de gemakkelijkste parameter om het zelf te weten, dat is het drolletje in je potje. Dus we moeten het allemaal niet zo moeilijk maken. Als dat een mooie worst is, ja, minstens 1 keer per dag, ja. Ja, dan okay, is het goed. Okay. En alles wat daarvan afwijkt, is niet goed. Okay. Dus zeker mensen die geconstipeerd zijn al heel hun leven, die vinden het heel normaal van 1, 2, 3, soms 4 dagen over te slaan. Dat is niet normaal. Uh-huh. Dagelijks 1 worst. Ja, okay. Mogen er 2 zijn. Ja. Alles wat meer is, ja, is ja, ook wel nodig om eens te bespreken. Ja, oké. Oké, dus als beide ouders een goede darmflora hebben, dan zijn ze alvast goed begonnen. Ja. Dan mogen ze echt in bed krijgen. Ja. En dus ja, mocht het zijn dat je als vader inderdaad merkt van oei, mijn zaadcellen zijn niet sterk genoeg, ja, dan zou je hen aanraden om eerst eventjes bij iemand te gaan. Ja, wat er nu er is ondertussen heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En mannen houden altijd van het moet zwart op wit staan. Hè? En dan schieten ze in de actie. Op zich werk ik eigenlijk wel heel graag met mannen in de praktijk, want als die voor iets gaan, dan gaan ze. Okay. Dus dat is altijd wel... Maar ze hebben duidelijke taal nodig. En nu, wat is duidelijke taal? Ze kunnen naar een arts gaan en de waarde homocysteïne in hun bloed laten bepalen. Uh-huh. En die homocysteïne is een hele belangrijke indicator voor de, eigenlijk ook voor de fertiliteit. En dat is zowel voor de man als voor de vrouw. Dus voor de vrouw, als die homocysteïne in orde is, dan is ook de kans, we kennen allemaal het B9-verhaal, foliumzuur,
voor de open ruggetjes of voor de goede embryo's. Maar eigenlijk, die homocysteïne gaat over drie waarden. Dan is B9, B6, B12. En die moeten alle drie in orde zijn. En aan de hand van de homocysteïne weet je of die in orde is. En zowel voor de man als voor de vrouw, als die waarde niet in orde is, dan geeft dat heel veel fertiliteitsproblemen. Oké. Ja. En er kan dan uiteindelijk nog iets aan gedaan worden. Want ja, tuurlijk. Ja, want ja, de meeste mensen gaan dan echt inderdaad gaan zoeken van ja, dan moeten we misschien op een andere manier een zaadcel van iemand anders gaan inplanten. Nee. Eigenlijk vertelde jij iets sinds een levend dier gaf ook van dat het eigenlijk niet hoeft. Dat dat nog kan rechtgezet worden door de voeding aan te passen. Ja, voeding en leefstijl. Want bijvoorbeeld, wat eigenlijk ook daarnaast nog een zeer groot probleem is voor fertiliteitsproblemen, is stress. Dus eigenlijk, als mensen in chronische stress zijn, dan heeft het lichaam vanuit een overlevingsmechanisme maakt dan een lichaam een keuze van ja, er is zodanig veel stress dat mezelf voortplanten totaal geen zin heeft. Dus het lichaam kiest daar dan voor van ja, dat is niet goed voor de soort om ons nu voor te planten, want er is te veel stress en chaos. Dus een combinatie van goede voeding en ja, een rustige leefstijl. En dat wil ervoor niet altijd zeggen dat mensen hun leven helemaal dienen om te gooien. Maar dan door eigenlijk het leven eens onder de loep te nemen en door te gaan kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld, wat zeer goed werkt, zijn micropauzes. Dat geeft al een enorme verlaging aan het gemiddelde stresslevel van iemand. Maar zo is dat gewoon individueel met iedereen gaan bekijken van ja, hoe kunnen we naar een optimalisatie gaan? En je kan echt met, ja, zoals ik er juist ook al zei, met een minimum aan inspanning, een maximum aan resultaat. Maar het is door goed te weten van waar ga ik naar kijken. En dan ondertussen is er ook het Labo Medina, waar heel veel artsen mee werken, heeft ondertussen een bijkomend labo in hun labo. Dat noemt FitLab met een D. En je kan bij je arts een FitLab bloedonderzoek aanvragen, plus bepaling van die homocysteïne. En dan krijg je al een heel uitgebreid beeld in je bloed van je stressprofiel. Dus dan heb je zowel, kan je dan al kijken van, is mijn fertiliteitsprobleem gelegen? Homocysteïne moeten ze er wel extra bij vragen. Maar dan kunnen ze ook al kijken van, is het gelegen aan mijn stressbelasting? Of het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, je kan dan ook al zien of mensen bijvoorbeeld in een prediabetes stadium zitten. Dus of er heel veel ontstekingen zijn. Dus dat is echt een zeer uitgebreide pre-screening van gezondheid. En als je dat hebt, ja, dan kan je echt al gaan kijken van, ja, dan weet je echt van, kijk, als we dit aanpakken, ja, dan gaat dat opgelost zijn. Want als mensen in heel die IVF-molen komen, dan zijn ze ook voor jaren vertrokken. Ja, ja. En het ja. is bovendien een hele zware, ja, niet alleen fysieke, maar ook, ja, het is echt een investering, hè. En psychisch ook, het feit ik ben niet de echte ouder. Het is, ja. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om dan, en dan kunnen we het ook gaan monitoren van kijk, dat zijn nu de cijfers, we gaan het zo aanpakken, we kijken binnen een half jaar weer en dan zie je hoe het evolueert. Oké. Ja, dus dan moet ze echt bij iemand gaan, ook bij een orthomoleculair diëtiste of bij eventueel ook, als je stress hebt, ja, kan ook vanuit een trauma afkomstig zijn, maar dat ze dan echt hulp gaan zoeken. En ja, natuurlijk, alles wat mentaal, emotioneel opgeruimd is voordat die baby er komt, is een goede. De goede van het kind. Ja. Maar ook bij FitLab, dus FitLab heeft een website en daar staan een 200-tal therapeuten die met die bloedonderzoeken werken. Dus dat is dan eigenlijk een samenwerking van een arts met zo'n therapeut. Oké, fantastisch. Ja.
Ja. Ja, toch wel belangrijk dat je dat Ja, doet. dus dat kan voor veel ouders met een kinderwens of die al een babytje hebben en die voelen van ja, we willen toch die voeding aanpakken. Vaak is het zo, ja, door toch op papier te zien van, allee, ja, hier dienen we aan te werken, is vaak toch wel een extra motivatie. En dan heb je ook mee de ondersteuning van de arts, wat ook altijd een meerwaarde is. Ja. Absoluut. Ja. En de pil of de anticonceptiemiddelen die jonge vrouwen nemen, heeft dat daar ook iets mee te maken? Dat heeft daar zeker mee te maken. Dus het is in feite zo, dus als een jonge vrouw begint te menstrueren, dan heeft dat lichaam een drietal jaar tijd nodig om hormonaal in balans te komen. Maar natuurlijk, die eerste 3 jaar... Ja, ze hebben wat meer pijn, ze hebben periodes dat ze heel veel bloedverlies hebben. En dan is de stap ja, van onder druk van de ouders zo van ja, hé, dan zijn we van dat gezaag vanaf, neem maar vlug de pil. Maar natuurlijk, op het moment dat je dan aan de kinderwens begint, kan die vrouw maar vruchtbaar worden op het moment dat die hormonale balans in orde is. Dus dan, op het moment dat ze dan stopt met de pil om aan die kinderwens te beginnen, begint ze aan haar 3 jaar. Hè. Ah ja, oké. Okay. Ja, dus ja. Eigenlijk is het ja, voor 18 jaar toch eigenlijk wel af te raden om de pil te gaan nemen. Dus dan ben je zeker ruim die periode voorbij. En er zijn ook wel natuurlijke... In fytotherapie zijn er middelen die zowel de pijn als de hevige bloedingen ondersteunen. Ik denk dat herdestasje onder andere kan ingezet worden bij het hevige bloedingen. Ja, bij jou in jouw praktijk gaat het ook niet alleen echt over voeding. Hè? Jij neemt de mensen volledig mee, want jouw logo is 3 is 1. Ja. Dus van waar komt dat? Wel, 3 is 1 brengt ons eigenlijk terug weer naar die embryonale oorsprong. Dus 3 is 1 staat voor healthy body, brain and heart. Maar ook op het moment dat een eicel en een zaadcel samenkomen, wordt dat 1 cel. En de eerste kiemdeling is 3. Dus wij bestaan ook uit 3 grote delen. En ook als je naar het oosterse weer kijkt, we hebben het alles van hersenen en de bezenuwing. We hebben alles van ons hart met heel de bloedvaten. En we hebben dan heel het lichamelijke. Dus en dat is eigenlijk die 3 dingen die maken wie wij zijn. Oké, mooi, mooi, mooi. Ik weet ook dat jij kinesiologie gebruikt. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat juist voor mensen die dat niet kennen? Ja, wel, kinesiologie is in feite een manier waarmee je met het lichaam kan communiceren, maar ook met het lichaam in zijn totaliteit. Dus je hebt vaak in gezondheid of in coaching of zo wel al eens het beeld gezien van het topje van de ijsberg en dan een hele grote ijsberg onder het water. Dus in feite, met de kinesiologie communiceer je met de ijsberg in zijn totaliteit. Mm-hmm. En het lichaam geeft aan de hand van een sterke of een zwakke spier een ja of een nee. Dus je dient door... Ja, de vraagstelling is natuurlijk heel belangrijk. Dus de manier waarop dat je vragen stelt, omdat je weet, een lichaam kan alleen maar met ja en nee antwoorden. Maar in feite is dat hetzelfde als een computer. Hè? Dus wij kennen nu een computer als iets met heel veel informatie. Maar ja, het zijn ook alleen maar nullen en enen. Hè? Mm-hmm. Dus ons lichaam communiceert op dezelfde manier als een computer. Mm-hmm. En ons lichaam bevat evenveel informatie als een computer. Ja. En het lichaam kan niet liegen, zeggen ze dan ook altijd. Ja, ook. Ja, het lichaam liegt niet. Dus het is eigenlijk, we maken ons hoofd, kan ons van alles wijs maken, maar het lichaam liegt nooit. En vandaar dat door met de kinesiologie, dus kinesiologisch test ik ook emotioneel energetisch, dus biochemisch is inderdaad wat we eten en zo. Maar ik test ook structureel, dus bijvoorbeeld, ja, soms kan zijn dat er ergens een wervel geblokkeerd zit, waardoor dat mensen bijvoorbeeld migraine hebben. Ja. En ik heb hier zelf zo ooit in de praktijk dat voorgaat bij een kinesist. En dan zou je denken, ja, als het iemand weet of wervels al of niet geblokkeerd zitten, maar ja, die persoon die had gewoon dag in dag uit migraine. Hè.
Gewoon die vastzittende wervel. In zijn wervels. En dan heb ik hem gezegd van ja, je dient op die plaats te laten manipuleren ja. om dat vrij te maken. Ah, amai. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus en zo kan je eigenlijk met het lichaam gaan communiceren en zeggen wat het eigenlijk nodig heeft om ja, het is echt wel een, ja, het is een, ja, een manier om de speld in de hooiberg te vinden, zeg ik. Okay. En om echt van bij het fundament, dus dat doe ik sowieso, alleen via de vijf elementen heb ik ook een uitgebreide bevraging, waar ik al zeer oorzakelijk kom, maar met de kinesiologie ga ik eigenlijk nog, graaf ik nog wat dieper. En ja, als je van bij, dat is zoals een rij domino-stenen, als je alleen maar op het einde domino-steentjes rechtzet, ja, dan blijf je heel je leven bezig. Ja. Maar door echt de oorzaak te weten, zet je de domino-stenen van in het begin recht en gaat ook al de rest blijven recht staan. Ja, kan je dat ook toepassen bij kinderen? Of als ja, mensen dit interview horen en er is een bepaald probleem met een kind waar ze al heel lang mee sukkelen? Ja, kan je dat dan toepassen bij een kind ook? Om te vinden wat dat echt de oorzaak is? Tuurlijk. Ja. Maar het is meestal zo, als ik kindjes in therapie neem, ja, dan gaat de ouders ook. Ja, dus dat is meestal alle twee of niet. Ja, dat snap ik. Dus dat, ja, dat werkt gewoon niet alleen met het kind. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, als gezin ben je volledig verbonden. Hè, ja, kind. Je bent volledig verbonden. En, maar alles, ja. Ouders zijn meestal wel bereid, omdat ja, de liefde tussen ouders en kinderen is onvoorwaardelijk, waardoor, waardoor je eigenlijk een extra intrinsieke motivator hebt. Hè. Ja. Ja, want jij bent ook sterk in chronische ziekten verhelpen. Ja. Omwille van al die redenen natuurlijk. Ja. Misschien nog wel iets, wat als het kind het niet lust? Of gewoon ja, ook bepaalde groenten, dat hoor je ook vaak zeggen. Ja, maar mijn kind lust geen groenten. Ja, en hoeveel groenten eten de ouders dan? Voilà. Ja, en ze hebben me hoeveel, ook... Want dat is, ja, dat is ook zo, bijvoorbeeld... Stel nu, als die ouders van hun werk komen en die zijn heel gespannen en gestresseerd en die eten zelf wel best groenten, maar er is zoveel spanning omdat dat moet allemaal perfect gaan, dan een kind weet niet of de spanning van de ouders komt of bij de groenten hoort. Een kind voelt de spanning en die voelt er klopt iets niet. En als die dan groenten in zijn mond geforceerd wordt, komt er nog meer spanning op. Oh, ja. Ja. Maar dat is ook een mooie. Ja, dus gewoon al eens een iets zo van even ontladen. En dan we gewoon zo zouden zeggen van oké, we zetten wat van alles op tafel. En we gaan het gewoon met heel het gezin met ons vingers wat in ons bord zitten prakken. En zo wat in onze mond stoppen. En al eens kijken wat er met die groenten van dat kindje gebeurt. Oké. Ze hebben mij ook verteld als een kind iets niet lust... Van dat heel geleidelijk aan te doen en van eerst gewoon, als nu een worteltje is bijvoorbeeld, van eerst gewoon tegen de lip te houden en de volgende dag nog eens en dan al eens proeven. En als je dat 33 keer of zo, of toch een bepaald aantal keren zou doen, dat ze dan zouden lusten. Ik weet niet of jij dat verhaal kent. Ik heb het nooit kunnen uitproberen, dus ik weet heb het ook nog nooit uitgeprobeerd en... Ik denk, het zal wel ongetwijfeld iets zijn dat werkt. Maar voor mensen waar al heel veel stress en spanning is, vrees ik ervoor. Ja. Je moet natuurlijk geduld willen opbrengen. Ja, dus ik denk dat daar zo wat... Ja, vooral de speelsheid, zo wat kinderen ook mee betrekken. Dat is iets wat ik ook heel veel met mijn kinderen gedaan heb. En zeker als er kinderen op bezoek kwamen, dan deden wij altijd zelfgemaakte pizza's. Dus een pizzabodem en dat stonden er allerlei groentjes. En ieder kind mocht dan... En terwijl dat ze al die pizza aan het opvullen zijn, zitten ze al... Dat is natuurlijk al voor oudere kinderen, maar toch... En dan zijn ze zo fier dat ze zelf iets hebben mogen creëren. Ja. Dus je kan ook al kinderen in een
Allee, als kinderen gewoon spelen met blokjes, moet je ook opruimen. Dus als je ze al heel vroeg mee betrekt in de keuken om dingen te laten meedoen, ja, die keuken zal er wat vuiler uitzien. Ja. Maar of dat je nu die blokken opruimt of je ruimt nu die keuken op, ja. Eigenlijk en is dat samen hetzelfde. Opruimen kan ook leuk zijn, hè? Ja, samen ja, het mag je samen proberen, ja, dat hoort erbij. Ja. Ja. Ja, en zo ook van eten mag best wel een spel zijn. Ja. Dus daar zo wat luchtigheid in brengen. Ja, die ontspanning, ja. Dat eigenlijk ontspanning. Ja. Ja. Ja, want veel kinderen zijn natuurlijk door onwetendheid vaak grootgebracht met suiker. Ja. En als je dan natuurlijk het moet omvormen of veranderen, dan vraagt dat natuurlijk wel wat tijd. Hè? Ja, en wat ook een hele grote valkuil is, en dan ook weer samen voor de hersenen en het brein, dat zijn alle kleur- en smaakstoffen, ook al in de babyvoeding. Dus die smaakstoffen zijn super verslavend. Dus als kinderen heel veel voeding met smaakstoffen gehad hebben en ze gaan dan naar een gewone wortel, dat is super flats. En dat kan dan ook al een reden zijn waarom dat ze het niet gaan eten. En bovendien zijn al die kleur- en smaakstoffen echt invasief op de hersenen. Dus je kan dan wel zeggen als ouder, ja, maar het is wetenschappelijk bewezen dat dit niet slecht is en dat is niet slecht, maar er is geen enkel, maar dan ook geen enkel onderzoek waar de totaliteit van alle kleur- en smaakstoffen getest is. Geen enkel. Ja, dus toch altijd kiezen voor zo onbewerkt, vers mogelijk. Weinig mogelijk additieven. En dat bespaart ook heel veel leed op latere leeftijd, want de eerste 7 jaar op vlak van ontwikkeling van de darm en de hersenen zijn echt cruciaal voor de rest van je leven. Ja, ik hoop dat jouw boodschap binnenkomt. En mochten mensen meer info wensen, dan kunnen ze altijd naar jouw website gaan. En ik vermoed mensen die in Nederland en op totaal andere plekken, ver van Sint-Niklaas, want het is daar waar jij zit, zullen waarschijnlijk ook wel collega's van jou vinden die doen. Hè. Dus, maar ik heb ook online start. Programma's om zowel vertering, energie als gewichtsherstel. En dat zijn eigenlijk hele mooie programma's. Zijn programma's van 1 maand die ter voorbereiding van een kinderwens heel gemakkelijk door beide ouders gevolgd kunnen worden. Ze kunnen dat ook 6 maanden aan een stuk. En zowel de schema's als eigenlijk alle ondersteunend materiaal hebben ze voor altijd. Ja. Dus, ja. Ja, want het schiet mij nog iets te binnen. Tegenwoordig sowieso al als je documentaires uit Amerika ziet, zie je er vaak heel, heel struisendikke mensen. En het komt eigenlijk ook naar hier toe. Hè. Je ziet ook veel die struis zijn. En vaak wordt dan wel gezegd van het heeft te maken met wat je meekrijgt, ook van je ouders. Het is, het zit in de genen. Hè. Maar vaak klopt dat ook niet. Hè? Ik heb ook over een verteller reeds dat juist die kinderen die zo dik zijn, dat ook een vorm is van ondervoeding. Ja. Kan je nog iets over vertellen? Ja, dat is inderdaad. Ik noem dat westerse ondervoeding. Dus eigenlijk mensen met overgewicht, die zijn grotendeels ondervoed. En omdat zij heel veel dood voedsel eten. Dus, en door die kleur- en smaakstoffen wordt ook het verzadigingsgevoel zeer zwaar om de tuin geleid. Mm-hmm. En omdat zij eigenlijk geen voedingsstoffen binnenkrijgen, blijven zij een intrinsieke honger hebben. Dus die twee dingen samen, die kleur en die smaakstoffen, zorgt dat zij de verzadiging al niet voelen. En dan doordat het alle nutriënten eruit zijn, blijft dat lichaam schreeuwen om bouwstoffen. Dus als je lichaam een schildklierhormoon moet maken, moet het bepaalde bouwstoffen hebben. Als je haar moet groeien, dat groeit, dat heeft iets nodig. Dat groeit niet op suiker. En dus je lichaam blijft maar zoeken. En vandaar dat je je blijft eigenlijk zo altijd maar in een soort craving staan. Ja, ja. En
Wat ja, genetisch is natuurlijk, hè, wat ik er juist zei, van een type constitutie-discuswerper ga je geen type marathonloper maken. Ja, okay. Ja, en natuurlijk die types, maar als die types weten van wat kan ik eten om, om dat overgewicht niet te laten exploderen, ja, dan kunnen zij ook binnen proporties op gewicht blijven. Dat gaan altijd wel heel stevige mensen blijven. Maar er is nog een verschil tussen obese en een stevige lichaamsbouw, hè? Ja. Absoluut, ja, obesitas is eigenlijk ook een soort chronische ziekte. Dat is inderdaad, maar dat is echt een ja, eigenlijk is dat een gevolg van een gestoord eetgedrag en van eigenlijk een ondervoeding. Ja. 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 Ja, en dan zeggen mensen vaak wel, ja, maar ja, al die verse voeding en zeker tegenwoordig, het kost meer dan. Hè. Dat is ook soms een argument dat mensen aanbrengen, maar natuurlijk, ja, gezondheid zou eigenlijk altijd mogen voorgaan. Ja, hè? En ik heb mensen hier in de praktijk ook die het helemaal niet breed hebben en die dan zo eens een maand hun huishoudgeld bijhouden. Ja. En ik heb meermaals horen zeggen dat het eerder goedkoper is om gezond te eten. Ja. Omdat je net de neiging hebt om ja, cola, de prijs van chips is niet goedkoop. Frisdrank is helemaal niet goedkoop. Koekjes zijn niet goedkoop. En je kan gerust ja, gezond snoepen als je nu... Ondertussen zijn er heel veel boerderijen waar je groentepakketten kan kopen die je niet ver hoeft te gaan halen. Dus allee, het is niet meer, het veld van de voeding is niet meer zoals 5 jaar geleden. Dus ja, de prijs is ook geen excuus meer. Nee, ja, vind ik ook. Ja. Gezondheid gaat voor, anders moet je naar de dokter lopen, ziekenhuis. Ja, kost ook veel. En heb je eigenlijk bijna geen leven meer. Hè? Want gezonde voeding brengt u terug meer in het zin om te leven. Ja. En voeding, ik trek voeding ook open, want uiteindelijk... Allee, ik zeg ook altijd, je voedt je met meer dan eten. En als je zo naar comfortfood gaat, van wat heb je dan echt tekort in je leven? Ja. En dan ga ik kijken van wat geeft jouw levensvreugde? Ja. Wat is jouw passie? Absoluut. Ja. Doe eens een andere hobby of zoek eens een hobby. Sommige mensen hebben zo'n hobby, een hobby. Ja. Ja. En dat is ook voeding. Ja, en op die manier, zijn we ook maar pas echt een mooi voorbeeld voor de kinderen ook. Hè? Ja, tuurlijk. Doe ze een dag niks. Ja, absoluut. Je voeden met niksen. Ja. Dat zalig zijn. Ik heb het ook moeten leren. Ik wil je heel, heel erg danken voor dit interview. Ja. En ik hoop dat we heel veel mensen op deze manier op het juiste pad mogen zetten. Ten gunste van zichzelf en ten gunste van hun kinderen. Ja. Okay. Inderdaad. Allee, ja. Het is ook een wereld waar ik van droom, alleszins.